Zita, hoe is de sfeer daar nog? Ik zal het eens vragen. Hoe is de sfeer hier? Goed, zo te horen. Safa wel, ja. Ja, ik zit hier bij Eline. Eline, jij bent ook een van de musicalgroep, Musical on Stage. Een van de 200 Yes-organisaties. Mooie actie, vind ik zelf. Zeg een keer, hoe ben jij bij Musical on Stage terechtgekomen? Wel, zelf zing ik al heel mijn leven. Vanaf mijn 2 jaar begon ik al met zingen. En ik ging in mijn eerste koor op mijn 5 jaar. En dan ben ik eigenlijk allemaal verschillende andere koren gejoined. De Orgelpijpjes. Ik ga een paar shout-outs doen. De Orgelpijpjes. Het schoolkoor van het Heilig Hart in Heverlee. Kleine Johannes in Blande. En nu zing ik zelf in het Leuvens Universitair Koor. En na al die koren had ik toch ook wel het gevoel dat ik wel een beetje meer zo wat pop- en musicalmuziek wilde zingen. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan en kwam ik terecht bij de kampjes van Musical on Stage. En daar ben ik eigenlijk heel hard de mogelijkheid gekregen om open te bloeien. En dat was ja, een heel fijn gevoel, hele warme ontvangst. Echt een familie die voor je zorgt eigenlijk. En ja, heel veel uit je comfortzone stappen, maar ook heel veel plezier aan jezelf leren kennen. Klinkt zo leuk en zo warm en zo gezellig. Wat doen jullie nu eigenlijk met Musical on Stage? Ik ben eigenlijk ja, begonnen met de kampjes dus. En eigenlijk begonnen met kinderkampjes. En dan ging het naar zo, wat ze noemen de masterclass. Dus eigenlijk voor iets oudere jongeren. Eigenlijk ja, dus kampje op een week eigenlijk zelf een musical in elkaar gaat steken samen met andere jongeren. Leuk. En bestaande musicals dan? Of helemaal zelf verzonnen? Helemaal zelf verzonnen. Dus eigenlijk beginnen ze gewoon bij een set liedjes en een beetje een storyline. En dan ga je ja, je fantasie de vrije loop. Amai, klinkt mega tof. Ik ga misschien ook eens afkomen dan. waarom kunnen jullie nog centen gebruiken? Ik denk ja, voor de organisatie van alles en nog wel. Want de laatste kampjes gebeuren er ook heel veel andere dingen. Er is een koor bijvoorbeeld. En ja, ook nog heel veel andere organisatie. Ja, het geld is altijd welkom. Want zoveel mogelijk jongeren laten openbloeien is heel belangrijk, denk ik. Dat is waar. Je gaat ook voor ons zingen. Wat ga je zingen? Ik ga Defying Gravity van Wicked zingen. Dat is van de musical. Ik wilde dat eigenlijk al heel mijn leven zingen, omdat ik daarnaar gaan kijken ben naar die musical in Londen, samen met mijn mama. En dat was eigenlijk fantastisch. Dat was gewoon... Ja, je moet het nummer zeker eens opzoeken. Dat is zeker een aanrader, want het is echt fantastisch. Oké, dan is uw moment nu daar. Zet u maar klaar. Dit is Eline van Musical on Stage met Defying Gravity. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guesses. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes. Future is unlimited, and together.
together we'll be the greatest team there's ever been. I know it sounds truly crazy and true, the vision's hazy, but I swear someday I'll be flying so high, flying gravity. I'm flying high, flying gravity, and you won't bring me down. Choosing this, I hope it brings you bliss. I really hope you get it and you don't live to regret it. Van Musical On Stage. Musical On Stage is één van de 200 organisaties waar wij het hier allemaal voor doen met Yes. Waar wij centen voor inzamelen. Als jongeren dit samen kunnen doen. Mekaar